De heer Moorlach. Ja, voorzitter, dan dat punt van de slimste methode. Want op zichzelf heeft blijkbaar de VVD de slimheid in pacht. Want ik heb nog geen enkele marktpartij, hè, dat zijn toch de partijen waar de VVD doorgaans blind geloof in heeft. Ik heb nog geen enkele marktpartij heb ik gezien die aanklopte bij het ministerie, die aanklopte in dit Kamergebouw met het pleidooi van jongens, maak nou eens even een kerncentrale mogelijk in Nederland. En ik weet ook heel goed waarom ze dat niet doen, omdat daar gewoon simpelweg geen business case op te maken is. Kernenergie is hartstikke inflexibel, is helemaal niet geschikt als backup systeem. Er is geen marktpartij die erin gelooft of zo. En navolging van collega Van der Lee vraagt mij dan of er hier een soort staatsliberalisme wordt gepreekt om nu te komen tot de bouw van een kerncentrale. Mevrouw Jezilkes. Voorzitter, het zal de heer Moorlach verbazen, maar de VVD luistert niet alleen naar ondernemers en naar bedrijven die ons land en onze economie verder brengen. Maar we luisteren ook heel graag naar wetenschappers. En we luisteren ook heel graag naar de feiten die zij op tafel brengen. En uit allerlei onderzoeken, waaronder van de IPCC, waarvan ik weet dat de heer Moorlach het ook belangrijk vindt en het ook heeft bestudeerd, staat ook dat kernenergie een onderdeel is van een gezonde energiemix. Dan is het toch niet zo gek dat wij in ons parlement hier zeggen, maar wacht eens even, hoe zit dat eigenlijk precies in Nederland? En wat zou dat betekenen in ons land? En de reden waarom kerncentrales sluiten of waarom men daar geen brood meer in ziet, is juist hierom. Omdat men zegt, op lange termijn zien wij die steun niet vanuit de politiek, omdat men zich ontzettend laat leiden door emoties. Nou, laten wij dat dan proberen om dat iets anders te doen, zou ik zeggen. De heer Moorlach. Ja, voorzitter, kijk, emoties zijn niet zozeer bepalend. Je kan gewoon heel rationeel kun je zeggen van kernenergie. Ach, het risico is niet zo groot, maar de kans is niet zo groot. Maar de gevolgen zijn, kunnen echt immens zijn in een dichtbevolkt gebied. En dat is voor de PvdA is dat de reden om kernenergie af te wijzen in de energiemix. Maar het blijft voor mij een raadsel, voorzitter, hoe het toch kan dat er opeens een soort bliksemschicht van wijsheid bij de VVD is ingeslagen tussen vorige week toen we het debat voerden en dit moment. Maar goed, het leven zit boordevol, mysteries zit dat en wellicht zal dit ooit nog eens verklaard worden. Mevrouw Jezilkes. Voorzitter, ik neem graag met de heer Moorlach al mijn inbrengen van de afgelopen 8 maanden door, waar ik steeds kan laten zien dat we over kernenergie hebben gesproken. En ik vind het wel heel helder als de heer Moorlach zegt, luister, voor de PvdA is dit gewoon geen optie. Het enige wat ik hier ook nu vraag is, dat wij met elkaar uitstralen, dat dit wel besproken kan worden aan die tafels. En als men denkt van, nou, we kunnen hier wel wat slims mee, dat men ook de vrijheid voelt om dat aan ons voor te leggen. En ik constateer dat dat nu niet zo is. En dat is waar dit gesprek nu over gaat. De heer Stoffer. Ja, voorzitter. Ik hoor dit allemaal een beetje met verbazing aan. Gisteravond rond 8:30 stapte ik uit de auto en dat kleine poosje ik erin zat, hoorde ik van de heer Dijkhoff gaat vanavond over kernenergie praten. Ja. Nou, prima. Mijn vraag aan mevrouw Jezilkes is van, is er nu gisteravond iets nieuws gebeurd of niet? Volgens mij niet, maar ik hoor het graag van u. Mevrouw Jezilkes, in het algemeen of met de heer Dijkhoff? Gewoon, heeft de VVD nu iets nieuws geponeerd of was het iets wat gewoon eigenlijk in de lijn der verwachting lag waar de VVD mee zou komen? Maar voorzitter, volgens mij weet iedereen in deze zaal naar buiten dat de VVD nooit een tegenstander is geweest van kernenergie. Dus dat is niet nieuw. We vragen al vanaf het begin van het proces van het klimaatakkoord, alsjeblieft besteed er ook aandacht aan. Ja, en wat je nu ziet is dat de IPCC met rapporten komt en zegt, ja, in een gezonde energiemix is dit wel nodig. En wij constateren vervolgens, aan de hand van berichten van partijen die aan die tafel zitten, dat zij dat gesprek niet eens gaande krijgen. En dan is het vrij logisch dat wij als VVD zeggen, maar wacht eens even, zo kom je niet tot de slimste oplossingen. Dat moet anders. Dus dat is wat daar gebeurd is. En dat heeft de heer Dijkhoff vorige week bij een bijeenkomst gezegd. En dat is in dit geval door Nieuws inderdaad opgepakt. De heer Stoffer. Ja, helder voorzitter. Volgens mij dus gewoon helemaal niks nieuws onder de zon. Dat is fijn. Het tweede. Als ik het zo hoor, dat hebben we vorige keer hierop gedeeld en ik heb dat ook aangegeven, zal het straks opnieuw benoemen in mijn bijdrage, maar wij roepen altijd van met zon en wind ga je er gewoon niet komen. Er is iets extra nodig wat zorgt dat we straks ook een betrouwbare energievoorziening hebben. En zegt u dan van, dat moet kernenergie zijn, of zegt u van, nou, dat is ook één van de opties, het kan ook aquathermie zijn, geothermie, verzin er nog eens een paar. Is het gewoon één van de opties om betrouwbaar te zijn, of zegt u van, in 2030 moet dat ding er ook gewoon staan? Mevrouw Jezilkes. Voorzitter, betrouwbaarheid is voor de VVD de leveringszekerheid. Dat is het belangrijkste.
Daar gaat het om. En wat wij zeggen is, op het moment dat je deze vragen echt beantwoord wilt hebben en dan alles naast elkaar legt, ja, dan weet je wat is wijsheid. En ik hoop dat geothermie of waterstof, hè, dat dat op grote schaal als backup kan dienen. Alleen de resultaten vooralsnog laten ons zien dat als je geen CO2-uitstoot wilt, dat dat vooralsnog alleen kernenergie lijkt te zijn. Vandaar dat wij zeggen, dat lijkt wel een heel belangrijk onderdeel te gaan worden van een slimme energiemix. De heer Stoffer. Voorzitter, mijn laatste vraag. Die gaat een beetje verder. Ik ga straks in mijn bijdrage vragen aan de minister om een stresstest te doen. En een beetje meer dan wat Tennet zeg maar doet. Daar heb ik me de afgelopen dagen in verdiept. En dat is eigenlijk ook van, zitten we nu in 2030 en 2050. Hebben we dan een betrouwbare energievoorziening? Met alle scenario's die er zijn. Met kernenergie, zonder, met zon, met wind, ga zo maar door. Heb ik u aan mijn zijde als ik straks die vraag stel en de minister zegt van ja, het moet toch een beetje. Dan steunt u mijn motie? Mevrouw Jezielkes. Wow, nou, dat is wel heel veel wantrouwen. Meteen in één vraag, voorzitter. Laten we eerst eens kijken wat de minister antwoordt. Hij kijkt nu al blij bij zo'n uitdagende vraag. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat u een superzinnig antwoord krijgt. Geweldig. Nee, maar kijk, dat helpt om de minister dadelijk ook gewoon vrijheid te laten spreken dat hij de stresstest gaat doen. Oh, dat heeft hij van mij niet nodig hoor, die vrijheid heeft hij helemaal. Nee, maar als u dat ook zegt, hè, dan denk ik dat dat enorm helpt. Dank. De heer Van Raan. Dank u wel, voorzitter. Ja, mevrouw Jezugus en ik delen best wel veel. We hebben een hekel aan drammers en we hebben graag de feiten. We waarderen het IPCC-rapport. De vraag die ik heb is volgens eigenlijk maar één vraag. In het hele proces van de klimaattafels, bij mijn weten zijn er in die zin geen taboes, behalve bijvoorbeeld de luchtvaart die niet besproken mag worden, maar alle energievormen mochten best op tafel. En het is ook geen geheim dat u, dat u die energievorm best wel ziet zitten of in ieder geval wil onderzoeken. Nou, is daar helemaal niks uitgekomen als een aanbeveling, dit moeten we gaan doen. Is het dan niet veel meer, zo, voorzitter, dat mevrouw Jezielkes eigenlijk hier de drammer is, die een proefballonnetje opgooit, in paniek, omdat er misschien wel eens hele onprettige andere keuzes te wachten staat? Dat is de vraag. Mevrouw Jezielkes. Dank u wel, voorzitter. En de heer Van Raam begon zo vriendelijk. En ik dacht van nou, dan wordt het toch een keer een leuk gesprek. Maar ja, toen weer niet. Dat is wel jammer. Nee, voorzitter. Het enige wat ik hier vraag is de verantwoordelijkheid die wij hebben gekregen van Nederlanders om terug te komen met een slimme energiemix. Dat mensen weten dat we en niet alleen het meest kostefficiënt hebben gedaan, maar dat ze ook weten dat ze niet in het donker zitten. Ik weet niet of u Feyenoord supporter bent, maar het was geen leuke dag, denk ik. En daar gaat het om, dat we het goed met elkaar regelen. En dat is wat de VVD op dit moment verzoekt. En ja, voorzitter, ik snap eigenlijk die behoefte niet om dat gesprek te willen sluiten. Laten we gewoon met elkaar kijken of het kan of niet. De heer Usturk. Ja, voorzitter, een paar constateringen. Mevrouw Jezielkes zegt, je moet slim zijn, energiemix is belangrijk. Mevrouw Jezielkes zegt wel, nou, kernenergie en kerncentrale hebben we al eerder aan de orde gesteld. Zij weet dat de grote partijen geen kerncentrales willen bouwen. Dan zou je toch, als je slim bent, dat wil ze dan zo overkomen, denk ik, van, dan zou je toch in je partijprogramma dat opschrijven, 2 jaar geleden. En een verkiezingsprogramma opschrijven. Vervolgens proberen de coalitiegenoten, hè, zoals het bij dividendbelasting, meekrijgen met een meloen of aardappel of tomaat, wat ze ook allemaal hebben moeten slikken. Dan zou je toch als slimme VVD'er, hè, met energiemix, toch al 2 jaar geleden zijn begonnen, dan in plaats van gisteravond weer een Dijkhoff-ballonnetje. Wat vindt u daarvan, mevrouw Jezielkes? Mevrouw Jezielkes. Dank u wel, voorzitter. Ik adviseer de heer Usturk om ons verkiezingsprogramma nog eens goed door te lezen. Maar ik ben zo benieuwd, wat is zijn alternatief? De heer Usturk. Ja, voorzitter, ik heb denk ik rond 11:30 mijn inbreng. Dan kunnen we daarover de vragen stellen. Maar ik heb hier een serieuze vraag gesteld. U heeft het in de verkiezingscampagne niet hierover gehad. Ik zag de heer Rutte niet over kerncentrales praten en ook niet over dividendbelasting. Dus nu komt u. En uw fractieleider kwam gisteravond met een Dijkhoff-ballonnetje. Een maand geleden was dat extra straf in de wijken. Nu kerncentrale. Dit soort proefballonnetjes kosten Nederland heel veel tijd, energie. En we zitten al een half uur alleen maar over een proefballonnetje van Dijkhoff te praten. Wanneer gaat de VVD hiermee ophouden? Als u weet dat u geen draagvlak in de coalitie heeft. Als u weet dat de minister eigenlijk ook niet wil. Als u weet dat bedrijven ook niet willen betalen. En als u ook geen voorstel heeft om dit vanuit de staatskas te betalen, wat zitten we dan hier te doen dan in plaats van een discussie te voeren waar het eigenlijk om zou moeten gaan?
Ik vraag ook u om via de voorzitter te spreken. En de vragen zijn gericht aan het adres van mevrouw Jezielkis. Ja. Dank u wel, voorzitter. De reden dat ik aan meneer Öztürk vroeg van, goh, wat zijn uw opties dan? Is omdat ik hem nog nooit bij een debat over klimaat heb gezien. Volgens mij één keer toen hij zei, we moeten gewoon door blijven boren in Groningen. Dat zijn opties. Maar dan kan ik de heer Öztürk meegeven, voorzitter, dat dit echt een heel belangrijk onderwerp is. En dat Nederlanders elke dag zich afvragen, wat gaan ze daar nou regelen in Den Haag? Zij maken zich zorgen over de toekomst van hun kinderen en hun kleinkinderen. Zij willen graag dat we dat hier goed met elkaar regelen. En daar debatteren wij ook volgens in deze zaal en in verschillende zalen, maar ook in het land, uren over om met elkaar te kijken wat is dan wijsheid. En voorzitter, het is natuurlijk dan een optie om hier een paar algemene uitspraken te doen en een dividendbelasting erbij te halen. Maar dat is volgens mij ontzettend onrecht aan de grote zorgen die mensen hebben als het gaat over ons planeet, de toekomst en hoe we al die maatregelen met elkaar gaan betalen. En daarom is het ontzettend belangrijk dat we juist met elkaar investeren in een slimme energiemix. Maar goed, als de heer Öztürk ietsje vaker komt, dan kan hij meedoen in die debatten. En wellicht heeft hij ook goede ideeën hoe we dan wel die backup moeten regelen. Maar terwijl ik het zelf zei, wist ik het alweer, voorzitter. Dat was doorboren in Groningen. De heer Öztürk. Voorzitter. Als mevrouw Jezielkis het moeilijk heeft, dan gaat ze het persoonlijk maken. Dan gaat ze kijken van, u moet iets meer naar de vergadering komen. We zijn met 3 Kamerleden en de peilingen staan op 7. En we zullen nog meer vergaderingen bijwonen als de kiezer ons die steun geeft. Laten we daar helder over zijn. Mijn vraag is, en dat beantwoordt u niet, omdat u weet dat dit een proefballon is. Mijn vraag is, als u zo slim bent, slim wil overkomen, waarom heeft u dat niet voor de verkiezingen met de kiezers gedeeld? Waarom heeft u niet in al die debatten gezegd, wij willen een kerncentrale? Waarom heeft mevrouw Dilan Jezielkis gezegd, van met de heer Rutte erbij, van wij willen, als jullie op ons stemmen, een kerncentrale bouwen bij u in de wijk. En wij willen ervoor zorgen dat u in de gevaar komt. Omwille van dat mooie, prachtige halleluja-verhaal die u net heeft gehouden. Waarom wordt dat altijd als een proefballonnetje op een avond door de heer Dijkhoff neergezet? Dit soort proefballonnetjes kosten Nederland alleen maar tijd, geld en ellende. Wanneer gaat de VVD ophouden met proefballonnetjes? Dat is mijn vraag. Mevrouw Jezielkis. Volgens mij is het de bedoeling dat bij de pers het proefballonnetje blijft hangen. Voorzitter, de VVD heeft altijd heel duidelijk gemaakt dat wij geen tegenstander zijn van kerncentrales. En wij hebben ook vaker, ook in de campagnetijd, thorium genoemd. En dat zijn zaken waar de collega's achter de heer Öztürk helemaal kriebelig van worden. En die hebben dat ook met ons in debatten aangegeven. En wij hebben weer gezegd, je moet niks uitsluiten. Wat ons betreft zijn er geen taboes. Dus daar zijn we altijd eerlijk over geweest. Alle VVD'ers die dat een interessant onderwerp vinden, die hebben dat ook allemaal kunnen volgen en die weten dat. Dus daar hoeft de heer Öztürk zich echt geen zorgen over te maken. De heer Öztürk. Nou, concluderend, de vraag van de heer Sinot was heel duidelijk. Waar moeten dan die kerncentrales komen? Daar had de VVD geen antwoord op. Ja, goed, het klopt ook. Een proefballon kun je ook nergens bouwen. Dat zit ergens in het luchtledige. En dus ik denk dat we hiermee, ik hoop dat we hiermee deze discussie ook kunnen sluiten. En ik hoop dat de minister ook met een verstandige advies komt. Dat was ook bij het advies richting de heer Dijkhoff als het gaat om harde straf in de wijken, dat we hiermee de discussie kunnen sluiten. En ja, ik zie dat mevrouw Jezielkis, helaas zeg ik dan maar, als woord voor het klimaat, weer het vuile werk van zijn fractievoorzitter moeten doen, vond ik wel jammer. Voor een woordvoerder die pas begonnen is. Mevrouw Jezielkis. Ik hoor geen vraag. Ik hoor zware medelijden, die neem ik gewoon mee. Mevrouw Mulder. Ja, voorzitter, dank. Waar ik benieuwd naar ben is wanneer die centrale of die centrales er dan moeten staan. En of de VVD dan ook vindt dat dat nog mee moet tellen voor het doel van reductie in 2030, die -49%. Ja, mevrouw Jezielkis. Nou, dat is een hele goede vraag van mevrouw Mulder, omdat er verschillende berekeningen bestaan. Hè. Er zijn onderzoekers die zeggen dat kan je voor 2030 gerealiseerd hebben, dus dat kan meetellen. En er zijn onderzoekers die zeggen nee, dat red je niet. Dat zijn nou echt zaken die ik graag uitgezocht zou willen hebben. Gewoon naar de feiten kijkend. Wat is haalbaar in onze energiemix en wat zou wijsheid zijn? Maar wat mij betreft, die energiemix, die hele energietransitie, dat delen wij zo snel mogelijk op verantwoorde wijze regelen. Mevrouw Mulder. Ja, voorzitter, het CDA staat ook voor een energiemix. We hebben dat in alle debatten de afgelopen jaren naar voren gebracht. Maar we hebben voor het doel van 2030 als CDA niet naar voren gebracht. Dat moet gebeuren ook met inzet van kernenergie, extra inzet van kernenergie. Eigenlijk hoor ik de heer Dijkhoff dat gisteren wel zo zeggen. En ik wil even weten van mevrouw Jezielkis-Segerius of dat ook daadwerkelijk zo is. Dat er extra inzet moet komen naast Borselen op dit moment.
En dan vraag ik me wel af, als die extra inzet altijd de inzet was van de VVD voor die klimaattafels, waarom is dat dan niet al in een eerder stadium meegegeven? Mevrouw Jezilkes. Ja, voorzitter, twee weken geleden kwam het nieuwe rapport van de IPCC, waarin ook stond dat kernenergie eigenlijk niet te missen is in een energiemix. En dat is ook wat wij zeggen. Wij zeggen, als je dit goed wil regelen voor Nederland en je kijkt naar de wetenschap, je kijkt naar internationaal onderzoek, je kijkt naar wat in onze buurlanden gebeurt, laten we er alsjeblieft ook gewoon van leren, dan is het wel heel raar om als Nederland te doen alsof die hele discussie niet bestaat. Laten we dan gewoon kijken of dit wel of geen begaanbare weg is en niet meteen die deur dicht slaan. Mevrouw Mulder. En hoe kijkt de VVD dan naar de kosten? Want we hebben natuurlijk de afgelopen jaren gezien dat het best wel moeizaam ook was met borstelen, een aantal jaar verlies. Dan wordt het een moeilijke casus. Hè? Collega's zeiden het hier eigenlijk ook al. Als het dan mee zou moeten tellen voor 2030. Want dat is eigenlijk wat ik hier mevrouw Jezilkes-Sigerius hoor zeggen. Het zou al in die mix van 2030 voor die 49% CO2-reductie meegenomen moeten worden. En wat heeft de VVD daar dan voor over voor extra kosten om dat in 2030 te realiseren? Omdat die centrales op dit moment gewoon te duur zijn om te bouwen. Mevrouw Jezilkes. Ja, voorzitter, op dit moment investeren wij natuurlijk heel veel geld als overheid als het gaat in subsidies om innovatie te stimuleren. En we zouden met elkaar moeten kijken wat voor extra kerncentrales zou dan mogelijk en wenselijk zijn. Wat zou echt bijdragen aan zo'n energiemix en welke kosten zijn daar vervolgens bij, horen daarbij. Want ook daar zien we heel veel verschillen van onderzoekers die zeggen, nou, dan hangt het af van de grootte en wat je daar wil en wat voor veiligheidsaspecten. Ik zou dolgraag dat gesprek met elkaar hebben om dan te kijken wat mogelijk is. Maar we investeren natuurlijk nu heel veel in allerlei innovatieve zaken om onze doelen te halen. En de IPCC zegt, die klimaatdoelen van Parijs ga je niet halen zonder kernenergie erbij. Dat lijkt me het onderzoek waard. U vervolgt uw betoog. Ja. Nee, toch niet. De heer Kops heeft nog een vraag. De heer Kops. Dank u wel, voorzitter. Mevrouw Jezilkes spreekt zich duidelijk uit voor de bouw van nieuwe kerncentrales. Nou, hartstikke mooi. Maar hoe ziet zij dat in de praktijk voor zich, aangezien zeker twee van haar eigen coalitiepartijen, ChristenUnie en D66, daar fel tegenstander van zijn? Dus hoe gaat zij dat dan in de praktijk regelen? Komt het er ook echt van? En zo ja, wanneer? Of blijft het bij mooie woorden? Mevrouw Jezilkes. Voorzitter, er is binnenkort een debat over dit onderwerp, over kernenergie. En ik hoop ook dat alle woordvoerders daar met de feiten aan de slag zullen gaan. En daar ben ik er eerlijk gezegd van overtuigd dat we elkaar kunnen overtuigen. En dat ook D66 en ChristenUnie denken, nou, best een zinnig plan. Daar ga ik zomaar van uit. Ik ken mijn collega's als weldenkende mensen. En dan zullen we kijken waar we op uitkomen. Maar dat debat gaat komen. En ik hoop dat die puur op feiten gevoerd zal worden, voorzitter. Dan alsnog, u vervolgt uw betoog. Dank u wel. Ik kan natuurlijk niet hier staan en een betoog houden over de begroting zonder stil te staan bij Groningen, voorzitter. En dan gaan wij wel binnenkort uitgebreid met elkaar spreken over de schade en versterking in Groningen. Want daar heb ik eigenlijk heel veel over te zeggen. Maar ik heb besloten om dat te bewaren voor dat debat. Waarbij ik nu wel wil focussen op drie onderdelen waarbij ik eigenlijk drie vragen heb aan de minister. Nogmaals met de kanttekening, juist omdat we binnenkort uitgebreid over Groningen komen te spreken. Eerst is die 1,15 miljard wat extra vrij is gemaakt voor het toekomstperspectief in Groningen. Dat is nu een paar weken geleden, dus het is op zich kort dag. Maar ik zou heel graag van de minister willen weten, wat is de stand van zaken? Welke vorderingen zijn daar al geweest? En ja, ik blijf het herhalen, voorzitter. De VVD hoopt van harte dat dat geld zo snel en zo goed mogelijk bij Groningers zelf terechtkomt. Zodat zij hun provincie, hun omgeving, hun gemeente gewoon kunnen opbouwen en verder kunnen met hun leven. Dus die 1,15 miljard. Mijn tweede vraag, voorzitter, is een tamelijk specifieke die ik ook bij het volgende debat wel zal aanhalen. Maar dat is een motie die hier eerder ingediend is door mij. Met steun van collega's. En dat is dat ik heel graag zou willen dat Groningers veel meer betrokken zijn bij hun eigen huis en wat daar gebeurt. We hebben allemaal heel veel Groningers gesproken die bijna allemaal ook hetzelfde zeggen. Er komt iemand en die vertelt mij vervolgens wat er moet gebeuren. En het lijkt wel alsof het niet over mij gaat en over mijn huis gaat. En ik wil graag betrokken zijn. Ik vroeg me af of de minister daar nu op in kon gaan. Zijn daar stappen op gezet om mensen gewoon goed te betrekken bij alles wat er nodig is? En niet alleen betrekken, maar eigenlijk gewoon die zeggenschap te geven. En voorzitter, mijn derde vraag voor nu
is het versterkingsplan van de NCG, van Nationaal Coördinator Groningen. Dat is onlangs gepresenteerd. Ik moet zeggen dat volgens mij moeten we hem allemaal nog heel goed lezen. Maar ik denk dat het zo belangrijk is dat het wel ligt. Dat ik de minister graag wil vragen om daar even kort op te reflecteren. Wat is daar nu de stand van zaken? Wat staat daarin? Wat vinden wij daarvan? En voorzitter, ik zal mijn hele lange lijst met alle andere vragen die Groningers raken graag bewaren voor een volgend debat. Dank u wel voor uw bijdrage. Dan gaan we nu luisteren naar de heer Van der Lee namens de fractie van GroenLinks. Gaan we gang.